Het oorlogsdagboek van Stijn Streuvers. 13 oktober 1914. De Duitsers rukken op langs alle kanten. Antwerpen is gevallen en hun formidabele reed waarvan sprake was, is reeds uitgevoerd. Onze soldaten integendeel zijn ontmoedigd. Het was een lamentabele aftocht van Antwerpen tot Duinkerke, een vlucht. Vroeger reeds werd er gefluisterd dat onze officieren niet deugden. Nu wordt het luidop gezegd en de brieven van veel soldaten getuigen dat het er heel slecht mede staat. De troepen zijn erdoor gedemoraliseerd. Onze oversten zijn goed om champagne te drinken, schrijft een soldaat. Ze delen hun bevelen uit van ver of per auto. En zo gauw we in het vuur komen, zijn ze vertrokken en wij aan ons lot overgelaten. Als we het niet meer kunnen houden en terugkeren, worden we onthaald op een scheldwoord en een vloek tadelash, roept men dan. En een ander schrijft dat de fout is omdat onze officieren niet voortkomen uit de kaders. Zijn herenkinders die nooit aan oorlog hebben gedacht en vol theorie zitten, maar verder niets aan hebben tenzij hun gouden epauletten. En veel misprijzen voor de eenvoudige piot. Ze hebben nooit anders gedaan dan sport met paarden en vrouwenliefhebberij.